kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Ik vind het een klein beetje schandalig dat ik overal van bepaalde instanties word opgebeld van kijk, we krijgen slechte licenties door jou. Ik doe al zoveel moeite om content te maken. En dan word ik continu, maar ook echt continu afgekraakt. Ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Dan ga ik jullie al een tip geven. Kijk maar al eens naar de filmpje van de dag van de stemming. Ik heb daar een en ander moeten aanpassen. Omwille van dat ik daar ook wel een klacht heb binnengekregen. Leuk is dat allemaal. Ik probeer content te maken. Ik probeer elke dag te uploaden voor jullie. Ik doe moeite voor jullie. En dan krijg ik jullie mee zo af. Sommige mensen. En dat vind ik niet kunnen. Dat vind ik echt niet kunnen. Dan, wat heb ik vandaag gedaan? Ja, vandaag gaat maar gewoon een kleine vlog zijn. Dus deze morgen heb ik nog... Ja, ik ga daar geen doekjes om draaien. Deze morgen heb ik... ik ga toch nog even iets anders te doen. Voilà. Ik ga het eens bekijken. Ik heb deze morgen de Q&A opgenomen. Ja. Dus die heb ik dan ook nog gemonteerd. En dan ben ik ook gaan werken. Dus deze Q&A, wat er eigenlijk is geweest, die was redelijk rap in elkaar gestoken. Dus als er wat vragen zijn die niet te goed beantwoord zijn, laat het hier in de reacties weten. Ik word weer al eens gestoord door je mag mij storen. Top. Ja, dus wat moet ik nu weer al zeggen? Oh, ik weet het dus niet meer. Oh, ik ben echt zo moe. Ja, ik heb ook vandaag echt redelijk veel en ik heb ook hard gewerkt. Ik heb hier zelfs nog een spelletje wat heel lang geleden is. Rummikub spelen. Wat staat hier? Ik heb hier iets bij. Wat weg mag. Oké. Een papiertje. Ja, dus ik ga nog eens even erover hebben. Dus over, ja. Dat ik bijvoorbeeld ook naar de OCMW toe. Hij krijgt anonieme mails. Bij wel anoniempje, bijvoorbeeld. Ik gooi het gewoon onvoorbaar. Bij wel anoniempje. @gmail.com. Die mailt is naar OCMW toe. Ik snap het niet waarom. Dan heb ik nu weer een klacht gekregen van de Rode Kruis. Dat er weer al ene is gaan klikken van... Kijk, jullie logo wordt gebruikt. Mag dat zomaar? Mag ik van deze bedrijf nu ook vloggen? Ja of nee? Ik weet het niet. Dus zal ik ook het Rode Kruis... Ik ga ook even daar op hameren. Zal ik ook het Rode Kruis... Ik vind het wel jammer dat ik beelden heb moeten blurren. Ja... Moet ik dan echt zo beginnen gaan te presenteren? Wacht, hè. Dus zo... Voilà, moet ik zo beginnen gaan te presenteren dat hier echt niks meer op staat, dan vind ik het echt schandalig. Ik vind dat je de kleren echt mocht aandoen. Dat je tegenwoordig ook al moet oppassen wat je aandoet, dat vind ik al echt heel erg. En dat er dan kijkers gaan klikken. Kom aan, hè. Kom aan. En... Ik heb dan ook nog zo gelijk, wat ik ook heb gehoord, van ja, dat de Rode Kruis onpartijdig moet blijven. Oké, hun volste recht. Ik heb toch niet gezegd op wie dat ik ga stemmen? Dat heb ik totaal niet in mijn filmpje gezegd, dus dat is ook toch nog altijd onpartijdig. Ik heb gewoon de stemtest gedaan. Ik heb daarnaar wat informatie rondgegeven. Mijn informatie, niet van de informatie van het Rode Kruis uit. Dus dan snap ik niet waarom
dat er zoveel dingen verkeerd gaan. Het zit er weer al aan te komen dat ik zeg van fuck it, het hoeft voor mij niet meer. Fuck mijn kijkers, fuck mijn fans, fuck iedereen. Nee, dat ga ik dus niet doen. Omwille van, ik doe het nog graag. Ik doe het nog altijd heel graag, maar als dat 1000 keer mij tegen de muur wordt aangeduwd, sorry, dan moet ik wel iets maatregelen nemen en zeggen van ja, fuck it, ik ga een rustmoment inlassen van 1, 2, 3, 4, 5 weken. Dat er weer al 1, 2, 3, 4, 5 weken geen vlogs komen. Willen jullie dat? Laat het in de reacties weten. Willen jullie dat? Willen jullie dat echt al te graag dat er geen vlogs meer komen? Laat het dan echt weten in de reacties. Pas op, hè, wie post. Echt, pas op wie post van ja, ik wil dat er geen vlogs meer komt op deze kanaal. Want het is toch maar, ik ga het nu zelf eens zeggen, Loser TV of Loser Psycho of je bent zelf een loser. Als dat zo naar mijn richting komt, sorry, ik ga echt nu heel streng zijn. Klik ban. Klik ban. Echt, als er één woordje loser naar mij toegegooid wordt, ik hou mijn been nu deze keer stijf. Ik gooi iedereen op de banlist. Iedereen. Het is genoeg geweest. Het is echt genoeg geweest. Ik ga nu eens keihard zijn. En als ik te weten kom wie echt ook die verspreider is van mij zo negatief in het daglicht te zetten, die gaat er ook nog van horen. Want dat is echt nu eens pas cyberpesten. Ik doe me de moeite om elke dag om 7 uur. Echt waar, ik doe mijn best. Elke dag om 7 uur, 7 uur, 7 uur, 7 uur. Altijd een vlog online te krijgen. Ik doe moeite. Ik vlog ook na mijn werk. Dus je moet denken, tijdens mijn werk kan ik al niet vloggen. Heb ik al geen vrije tijd om iets te doen. Dus moet ik gaan werken. Twee. Ik heb nu vrije tijd. Ik ga nu s'avonds eten. Het is nu al 5:30 s'avonds. Moet jullie ook al denken. Jullie mogen al trots zijn dat er een filmpje online komt op mijn kanaal. Ik doe tenminste moeite om leuke dingen samen met jullie te kunnen doen. Ik wil ook nog een keer eens, als het terug mij goed voelt in mijn lichaam en ik zeg van oké, de storm is gaan liggen. Ik ga nu toch eens nog eens een fanmeeting doen. Waarom dat ik nu daar eens keer geen fanmeeting als een vaste datum heb genomen? Normaal gezien was er een zomer-ETC fanmeeting en een winter-ETC fanmeeting. Want ik wou 2 keer per jaar een fanmeeting doen. Maar daar heb ik nu even in mijn kop even teruggeschroefd voor te zeggen van oh, ze zijn mij zo vies in de grond aan het boren. Dan ga ik ook geen moeite doen. Sorry voor de mensen die het wel goed bedoelen met mij. Ik love naar jullie toe. Echt waar, love, 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 love. Maar de haters, ja, daar probeer ik nu tegenop te gaan. Ik probeer daar hun volledig te negeren. En als ze iets fout zeggen, fuck it op de banlist en shot naar buiten toe, naar de buitenwereld toe. Ga maar naar een andere YouTube-kanaal. Mij boeit het niet. Mij zullen ze mij niet afkraken. Mij zullen ze niet klein krijgen. Mij zullen ze nooit klein krijgen. Ik ben een vechter. Een vechter. Omwille van, ik word aan alle kanten negatief behandeld. Negatief, hè? Maar toch is er een vlog online. Toch doe ik nog altijd de moeite. Toch blijf ik nog altijd vechten. Voordat er elke dag een vonk online komt. En als er eens een dag is, niet dat er een vonk online komt, weet je hoe slecht, maar ook echt hoe slecht dat ik mij voel daarin. Ik voel me dan ook niet goed. Ik voel me dan ook niet goed naar mijn kijkers toe. Punt. Voilà. Nu heb ik mijn zeg gedaan. Nu ga ik ook even zeggen van wat ik vandaag heb gedaan in Globachem. Dat is heel leuk. Eerst de bussen van de band halen. Soms ook terug wat toestegeren. Die in een doos plaatsen. En de doos stapelen op een palet. Dan heb ik ook nog de busjes.
helpen op de band zetten voor dan de bestikking te laten rondgebeuren. Maar dat doet de machine nu. De kleine machine, voilà. Dat heb ik gedaan ook vandaag op het werk. Maar je moet denken dat ik al zoveel moeite doe voor elke dag een vonke online te krijgen. En ik vind het gewoon erg dat ik zoveel negatief in het daglicht word gezet. Ik ga bijvoorbeeld, als er nog zo commentaar is van ben je de slimste, zo ben ik ook gezet op mijn grond. Eerst zien, dan geloven. Ik blijf mijn noten daar nog altijd zetten. Punt uit. Ik geef dat eerlijk toe. Zodra dat er eerste steen wordt gelegd, dan zet mijn noten ergens anders er. Vooraleer dat er de eerste steen wordt gelegd. Dus als Benny de Slimste daar opnieuw commentaar op gaat geven, shot ik die buiten. Dan ook zo gelijk Emiel. Geeft hij ook slechte commentaar, ook op mijn lichaamshouding of zo, shot hem buiten. Maakt niet uit, ook bijvoorbeeld, ik zal ook eens een admin erbij nemen. Bijvoorbeeld, Tujihadi. Als die iets fout post, dan kan die zijn adminrechten ook vergeten. Als Tujihadi dan nog een keer iets fout post, dan vliegt hem ook de deur uit. Ik hou mijn voeten nu in stijf. Iedereen die nu op de banlist terechtkomt, daar trek je een lijn onder en die blijven voor altijd gebannen. Maak je een nieuw account en ik merk het, dan vliegt die account ook weer op de banlist. Maak je 100 accounts, dan ban ik je 100 keren. Maak je 1000 accounts, ban ik je 1000 keren. Mij boeit dat niet. Voilà. Nu heb mijn gezicht ook eens, mijn hart zijn ook eens gelucht van hoe ik mij voel. Naar mijn vlogs toe. Ik wil ook nog eens iets positiefs gaan zeggen. Kom. Niet altijd negatief, negatief, negatief. Ook eens iets positiefs. Ah wel. Kijk, ik hou heel veel van kijkers die het wel goed hebben met mij. Die wel leuke dingen willen doen met mij. Ook de fanmeetings willen meemaken en al. Bij die mensen, daar wil ik voor zijn. Daar wil ik nog altijd voor strijden. En ik ga ook voor die kijkers ook zeggen van, kijk, je bent altijd welkom op X-Lan 2.21 in Nieuwerkerken bij OC De Brug. De exacte straatnaam en nummer kan ik niet zeggen, want ik ken die niet van buiten. Dat gaat wel door op 26, 27 en 28 september 2024. Voilà. Bij deze ga ik ook, dus jullie weten sowieso, ik ga samen met mijn vriendin hier leuk nog Rummy Cup spelen of Uno spelen. Ik ga deze vlog ook al in elkaar steken. Ik denk niet dat ik er hier veel moet gaan in knippen en overgangsgezin maken, want het is één grote fragment geworden. Dus daar staat dan ook nog een programma. Waar ook dan nog een programma staat, dat is dan ook Bea naar huis doen. En als jullie denken van, wat zeg jij weer al achter je broek bezig? Nee, kijk, hup, voilà. Ik heb mij hier gewoon vast aan mijn rug. Achterrug. Nou, rug is rug, hè. Oh, oké. Dus nu weten jullie dat. Dus hoe ik mij ook voel richting sommige kijkers. Het voelt niet meer leuk aan. En wat niet meer leuk aanvoelt, die bonjour ik gewoon naar buiten toe. Yay! De psycho wordt echt eindelijk eens een vent. En die gaat zijn stand gaat houden en eindelijk zijn hart van steen heeft gemaakt. Yes. Oké, tot later allemaal. Ah nee, tot later. Ik moet dat toch nog afronden, Dimi. Ja, voilà. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En sorry dat jullie naar mijn gezag deze vlog moesten luisteren. Maar ik vond het dus nodig om sommige kijkers,
op hun plaats te zetten. En ook voor sommige kijkers moet ook oppassen, zodat ik die anoniempje heb wel, dat die is, geen bezoek kan krijgen is van de FCCU, Federal Computer Crime Unit. Ik waarschuw u al. Een gewaarschuwde man is er twee waard. Alsjeblieft, tot later allemaal. Yo, yo, yo.